Ook op de GGZ wordt het komend jaar fors bezuinigd, meer dan 600 miljoen euro. Forse kortingen op de budgetten van de instellingen en patiënten moeten een eigen bijdrage gaan betalen van 200 euro. Vooral voor onze meest kwetsbare chronische patiënten is dat een enorm offer. De minister wil een deel van dat bedrag bezuinigen door patiënten veel meer op te vangen in de eerste lijn. En samenwerking tussen de GGZ en de eerste lijn is ook ontzettend belangrijk. Daar willen wij veel stappen in zetten de komende jaren. Maar als ook op de eerste lijn bezuinigd wordt, dan dreigen kwetsbare patiënten op straat te belanden. Daarom voeren wij nog steeds actie tegen de eigen bijdrage, hebben wij onze strijd te voeren en wensen wij de huisartsen in Nederland heel veel succes met hun gevecht.